Kinderen, daar is oma Gent weer hoor. En ik sta niet op mijn kop. Nee, zoals laatst hè. Nou, en ik ging de lucht in. Dat was toch een puinzooi hè. Oh, 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 oh. Ja, nou ik hoop dat we het vandaag een beetje gewoon houden. Maar wel gezellig, wel een beetje leuk. Ha, ja, we gaan lekker poppenkassen. Hoe bedoel je poppenkassen? Wat is dat nou weer voor een woord? Poppenkassen. Poppenkast spelen? Ja, natuurlijk, dat doen we toch altijd? Want we zijn op de tv en dan spelen wij poppenkast. En dat heet toch het programma, kastje kijken, poppenkast tv. Ja, maar we hebben, kijk, daarom heb ik dan een poppenkast, kijk daar. Wat, oh, wat is dat? Nee, dat is onze poppenkast. Nee, wat is het dan? Dat ziet eruit als een soort tv-oven of zo. Nee, dat is alleen maar een doos. Nee, en wat wil je dan ermee? Poppenkastje. Poppenkastje op tv. Ja, dat hebben we toch al. Dat is het idee. Ja, maar nou gaan we echt poppenkastje. Hoe moeten wij nou poppenkastje? Wij zijn zelf al poppen. Hoe wil je nou dat wij ook poppen te hand nemen? Nee, op onze kop. Nee, ik ga niet meer op mijn kop staan. Dat heb ik al een laatste keer gedaan. Dat heb ik helemaal geen zin meer in. Nee, en ja, gewoon op je kop. Op mijn kop? Ja, maar ik ga niet dat kastje daarin. Nee. Dat is alleen maar voor het gezicht. Dus dat ding kan weg. Nou, dan halen we het toch even weg. Zo, 1, 2, hoppakee, weg ermee. Goed zo, Nou, zeg, hé. Oh, dan ga je mijn hele poppenkast kapot maken. Nee. Nou, wat gaan we nou doen? Oh, wacht even. Dan zet ik wel een andere kast neer. Wat ga je doen? Een andere poppenkast neerzetten. Kijk, ik heb een hele andere kast. Zo, die zetten we dan zo hier neer. Ja, maar dat is toch geen gezicht? Daar passen we nooit in. Nee, daar gaan we dan ook inspelen. Kijk, zet ik dat hier zo neer. En dan ga ik er zo bovenuit spelen, weet je wel. Hallo. Dat is toch geen gezicht. Nou, dan gaat het ook al kapot. Nou, weet je wat, we gaan nu even weg. En dan gaan we even de poppen halen. Komen we zo direct terug. En dan gaan we poppenkast spelen voor jullie. Oké, tot zo. Ja, dat ben... Oh, ik moet zakken. Nee, dat kent toch niet? Hey, dat ken niet. Je bent een tijger. Oh ja, ik ben een tijger. Brul, brul. Ik ben een tijger. Ja, en ik ben een olifant. Jij moet strakjes komen. Oh, wanneer moet ik dan komen? Je moet zien. Oh nee, ik moet zakken. Oké. Oh, ja, dan kom ik nou, hè? Nee, je moet aan het einde moeten komen. Aan het einde, je weet wel, van de olifant met de lange snuit. En die blaast dat allemaal uit. Oh, ja. Hey, kijk, we zijn van de poppenkast. Wij zijn de poppen van de poppenkast. Wij spelen nu zelf poppenkast. We spelen poppenkast, hè. En dan red ik het, Ted. Ik ben een olifant. Ja, je bent een hartstikke groot olifant, jij. Dat is wel leuk, hè, poppenkast spelen. Zo op je kop, hè. Is wel leuk, hoor. Ook al mogen niet de vogels niet zien. Leuk is dit, hè? Gaan jullie ook poppenkast spelen? Leuk, hè? Doei! Zo. Ik ben oma Gent. En ik ben Snuffy. En we zijn twee oude sokken. Ik schrik met een hoedje. Sorry, foutje. Ik slaap op nergens op. Ja, lieve kinderen, hier is oma Gent en wij gaan een... Wat is dat nou daarboven? Wat een raar ding daar. Oh, dat kunnen jullie niet zien, hè? Nee, ik zie een of ander raar ding daarboven. Snuf, kom eens hier. Hè, wat is daar? Er ligt iets raars daarboven. Waar boven? Oh, daar. Oh, nee, dat is mijn Mario Kroket. Je wat? Mijn Mario Kroket. Mario Kroket? Wat is nou weer een Mario Kroket? Kijk, jij zegt altijd tegen mij, oma Gent, je bent net een agent met een agent. Een kroket met een pet. Ik bedoel een kroket, ja. En nu heb je het over Mario Kroketten. Wat zijn dat nou?
Van die dingen aan een touwtje. Aan een touwtje? Ja, met een stokje. Oh, een majoret. Hé, majoret? Ja, dat zijn van die meisjes die met een mooi stokje zo mooi kunnen omhoog kunnen gooien. Ja, maar die moet je niet omhoog gooien. Nou, ik ga zo direct omhoog en dan ga ik dat ding laten bewegen. Wat? Die marionet. Oh, een marionet. Oh, een marionet. Nou, ik ga nu naar boven. Hé, en dan kun jij het even aankondigen. Dat ik een show ga geven in ons kastjekijktheater. In het kastjekijktheater, oké. Oftewel, in de kijkkast kunnen de kinderen gaan kijken. Ga jij naar boven? Ja, ik ga nu naar boven. Hé, ik ga nu, ik ben helemaal zo direct boven, hè. Hé, pst. Ja, kijk een beetje uit wat je doet. En voorzichtig. Oké. Snuf gaat naar boven. En jullie kunnen kijken vandaag in kastje kijken. Nou hebben we een gast. Ja, ik ga ook zitten kijken. Ik ga even weg. Dames en heren, jongens en meisjes. Snuf met zijn dansende marionet. En niet een Mario Kroket. Dat is belachelijk. Nog een keer, doe het nog een keer, ik vind het zo leuk. Hoi, daar gaat hij nog een keer hoor. Mooi hè? Hey, daar valt hij. Hij valt. Maar hij is wel mooi hè? Hartstikke leuk zo hè? Nee, dat geef niet hoor. Het was een leuke show zo met die marionetten. Ja, ik hou daarvan. Oma Gent, vond je het goed? Ik kom even naar beneden. 1, 2, 3, hoppakee! Zo, nou, daar ben ik dan. Ja, geweldig zeg. Wat een enorm groot monster. Wat was dat? Ja, dat was een soort Godzilla-monster. Dat dansende Godzilla-monster. Hij was mooi, hè? Ja, was prachtig mooi, zeg. Dat was een prachtige show wat jij deed, zeg. Maar die was bijna te groot voor heel ons theater, hè? Ja, was een monster. Maar wel een lief monster. Leuk, hè? Mag je netjes spelen? Ja, poppenka spelen is ook leuk. Allemaal leuk. Zo. Ik ben oma Gent. En ik ben Snuffy. En we zijn twee oude sokken. Ik schrik met een hoedje. Sorry, foutje. Ik slaap nergens op. Leuk, hè? Ja, lieve kinderen. Daar binnen we weer. Een nieuwe week. Een nieuw begin. En een nieuwe aflevering van Kastje Kijken. Ja. En natuurlijk zullen jullie je allemaal afvragen. Hé, van wat gaat er allemaal gebeuren? Wat krijgen we nu weer? Wat was dat? Een superheld! Ik hoorde iemand wat zeggen. Ik ha de superheld! Superheld? Wat is dit nou weer? Koekoek! Koekoek? Poep in je broek! Poep in je... Dat hebben we al een keer gehad. Snuf, kom hier naartoe. Ik ben er niet. Ik ben een superheld. Wat zie jij er nou weer belachelijk uit? Ik ben niet belachelijk. Ik ben een superheld. Ik doe een gevecht met de Ninja Turtles. En met Beetlebars. En ik doe ook dan van de Teletubbies. En ik ben dan ook een beetje van de Spider-Man en van de Batman. Ach man, dit is toch onzin? Ja, ik ben Supersnuf. Supersuf, ja. Je bent Supersuf, jij. Nee, Supersnuf. En ik ben Snuffy niet meer. Ik ben geen gewone Snuf, maar ik ben Supersnuf. Jawel, ik kan namelijk vliegen. Ach man, vlieg op. Ja, ik ga nou niet vliegen,
Maar ik kan dus vliegen en ik ben supersterk. Kijk maar. Boep. Hey, wat doe je nou? Je duwde mij uit beeld. Nou, ik ken mijn eigen kracht niet, hè. En ik ben ook supersnel. Want zo zie je me en zo zie je me niet. Ach man, zo zie je hem en zo zie... Zie je hem niet. Hallo, waar ben je? Ja, waar zit ik, hero? Ja, waar zit je nou? Koek, koek. Ja, wat nou? Ik kom eens hier naartoe. Ja, zo snel ben ik. Jongen, ben jij snel. Ja, dat zei ik al. Ik ben supersnel. Een superheld. Je bent nou redden. Ik hoef helemaal niet gered te worden. Jawel, want er valt van alles in elkaar. Straks stort deze hele poppenkast in elkaar. En dan moet ik je redden. Ach, maar ik hoef helemaal niet gered te worden. Jawel, je moet je laten redden. Je moet help, help roepen. Wat nou help, help? Wat nou help, help? Ja, daar, ik red je. Hij zegt, daar houd er mee op. Gedraag je een beetje. Ja, mijn hele kostuum laat je door elkaar. Dan ben ik herkend. Dan ben ik geen superheld meer. Ach man, je bent toch nooit... Weet je wat, jij bent een patoffelheld. Nou goed, ja. Ik ben helemaal geen patoffelheld, ik ben een oude sok. Ik ben Snuffy de supersok. Ik ben een superheld en dan ga ik vliegen. Moet je opletten hoor, hoe ik ga vliegen. Hè? 1, 2, oh, dan ga ik even starten. 1, 2, 3, hoppakee, ja. Dat, jongen, zeg je dat? Hij vloog. Jongen, superheld. Supersnuf. Gewoon supersuf. Ja, is gewoon supersuf. Ja, gewoon belachelijk. Ik ga er vandoor. Ik heb er genoeg van. Is toch belachelijk dit? Wat een onzin. Help! Helpie! Help! Was naar beneden gekukeld. Zo, dit was Supersnuf, de nieuwe tv-held van Kaskai. Zo. Ik ben oma Gen. En ik ben Snuffy. En we zijn twee oude sokken. Ik schrik me een hoedje. Sorry, foutje. Ik slaap op nergens op. Luca. Zo, hé, dat... Ja, nou, ja, wat is dit nou weer, hè? Die word ik niet goed van. Ja, dit kan toch niet gewoon elke keer weer iets anders. Nou staat er weer een aap. Ik bedoel... Dit kan toch niet? Zo sta ik gewoon voor apen. Ja, ik bedoel, waarom worden dit soort dingen nou nooit eens gewoon met ons besproken? Hè? Zodat we weten waar we aan toe zijn. Wie bedenkt dit soort ideeën nou allemaal? Ik word je niet goed van. De ene keer worden er de wc's neergezet en de andere keer gaan we even verzwevende dames in een wees. Ik word hier niet goed van. Ik krijg hier wat van. Ja, wat is er nou weer? Waar heb je nou weer last van, hè? Hier staat een aap. Nee, dat is geen aap. Dan ben jij zeker de aap. Ik ben geen aap. Maar zo sta ik gewoon voor aap. Ik bedoel... Oh, je bent dus toch een aap. Ik ben geen aap. Maar ik hou hier niet van. Nee, je houdt nergens van. Waar hou je nou wel van, hè? Alleen zeker van jezelf. Elke dag staat hij voor de spiegel en denkt je... Hey, Daar staat Snorremans. Wat is dat toch een fijne vent, oma Gent? Maar luister nou eens even, waarom staat hier een aap? Ja, maar dit is geen aap. Dit is geen aap. Dit is een aap! Nee, kijk, dit is geen aap, dit is een blaap. Een wat? Een blaap! Ja, wat is nou weer een blaap? Nou, dat is dit hier. Dat weet ik nou ook wel dat je dat zegt. Nou, hou je nou een keer rustig, man. Hij bromt maar en hij buldert maar. Hè. Met windkracht 12, storm, gaat hij er tegenaan. Ik sta hier rustig. Ja, we zien hem staan, een rode banaan. Ik ben geen... Nou moet je goed luisteren. Hier staat een... Een blaap. Ja, een blaap. Ja, een blaap. Maar wat is nou een blaap? Nou, dit hier. Wat doet hij? Nou, ik weet niet of hij het doet. Maar als hij het doet, doet hij dit. Dan maakt hij lawaai. Hij maakt lawaai. Ja, net als jij.
Hey, daar staan er twee apen naast elkaar. De een brult en de andere brult ook. Ik brul helemaal niet. Nou zeg, de kinderen thuis die schrikken zich een rotzooi. Die schrikken zich een hoedje. Wat doe je? Ho, wat doe je nou? Wat gebeurt hier allemaal? Wat is dit? Nou kijk, daar gaat hij blaast. Ja, hij maakt lawaai. Nee, hij blaast. Hey, kijk, een bel. Hij bubbelt. Hij blaast een bubbelbel. Hij blaast een bubbelbel? Ach man, wat is dit nou weer voor een... Een bubbelbel-aap. Nee, een blap. Hij blaast bubbelbellen. Daarom heet hij een blap. Een blap. Als dat een blapie. In het kastje kijken hebben we vandaag een blap. Wat een knap. Wat geweldig. Hij ziet bellen te blazen. Ja, als het hem lukt dan, hè? Ja, dat, wat een ons. Hé, hey, oh, wat mooi. Oh, wat prachtig, zeg. Ja, dat vind ik wel mooi, die bellen, hè? Ja, daar hou ik wel van. Nou, vooruit dan maar weer. Ja, nu gaan we kastje kijken. Kastje kijken, vol op verrassingen. Altijd verklaar voor jullie thuis door. Gezellig aan. Nu gaan we. Ach, man. Zo. Oma-gent. En ik ben Snuffy. En we zijn van jouw zon. Ik schrik met een hoedje. Sorry, foutje. Ik slaap op nergens op. Luca. Zo, dame. Ja, nou, ik heb er genoeg van. Ik krijg er wat van, hoor. Ja, gisteren dat gedoe met die die goochelaar, met een zwevende dame en een... En het leek wel een draaimolen. Ik word het, en nou staat er weer een wc. Wie bedenkt dit soort ideeën toch allemaal? He, dit is, ik heb er geen idee van hoor. Dit soort dingen die komen niet uit mijn. Nee, ik bedoel uit mijn denkraam komen dat soort dingen niet. Maar dan zetten ze weer een of andere naar de wc neer. En dan denken ze, ha, dit wordt leuk. He, ja, nou ik vind er helemaal niks aan. Ha, wat is er nou? Ha, hoe vind je hem? Hoe vind je hem? Ik vind dit belachelijk. Ja, jij vindt altijd alles belachelijk. Nee, ik vind dit vreselijk. Hij vindt dat vreselijk. Wat vind je nou vreselijk? Een wc. Ja, dat is leuk, hè? Kinderen vinden wc's leuk. Wc's leuk? Ik vind een wc helemaal niet leuk. Ja, nee, jij niet. Als jij op de wc zit, dan denk ik, blech. Wat stinkt dat hier? Oma Gent was zeker hier. Dat denk je helemaal niet. Ik weet me tenminste gedragen. Nou zeg, iedereen doet hetzelfde op de wc. Oh ja, iedereen doet hetzelfde op de wc. Ja, als ze naar de wc zijn geweest, kijken ze of er wat ligt. Wat is dit nou weer voor onzin? Ja, stel je voor, je hebt lekker gezeten. Ha, en dan heb je lekker gezeten. En dan heb je het lekker even gedaan. Wat nou hebben we... Wat zijn dit voor vreselijke praatjes, hè? De kree. Nee. Dat is een wc. Wat dan? Ja, en dan denk je, ha, lekker, even opstaan, even kijken. En dan denk je, hé, waar is die heen? Waar is die heen? Waar is die heen? Wat is waar heen? Ja, en dan ligt er niks in de wc. Er ligt niks in de wc. Wat een onzin is dit? Nee, dat is geen onzin. Wat is er geen onzin? Ja, iemand heeft hem weggepakt. Iemand heeft wat weggepakt? Wat een onzin allemaal. Ja, hij begrijpt het niet, hè? Stel je nou voor dat je lekker hebt... Gauw ermee op! Met die vreselijke toestanden allemaal. Ik word er niet goed van. Oh, je moet overgeven in de wc. Nee, dit vreselijk. Doe weg die wc, ik wil dit. Wat is dit? Wat was dat? Ha, wat? Er kwam iemand uit. Wat is dit voor een toestand? Zag je dat? Wat? Er greep iemand. Ha, wat? Oh, iemand zag aan je neus. Ja, jij moet ook een beetje voorzichtig zijn met wat je doet. Ha, dan kijk, je pakt hem. Je moet even kijken, dat is heel leuk. Dan druk je op de... Moet je hier op het knopje drukken. Oh, ik ken knop. Ja, kijk, leuk, hè? Dit vreselijk. Dat is gewoon een grapje. Kijk, ik zet hem even zo neer. Kan ik hier even thuis even kijken zo. Kijk, druk even een knopje. Ha, leuk, hè? Dit vreselijk. Wat een onzin allemaal. Handen die uit een wc komen.
als dit maar thuis niet het geval is. Nee, thuis natuurlijk niet, oliebol. Wat nou oliebol? Ik ben geen oliebol. Ik word niet goed van jou. Wc's, ken het nou gewoon een keertje, gewoon. Wat nou gewoon? Gewoon, gewoon, wat nou gewoon? Ha, gewoon is zo gewoon, dat is leuk. Ha. Doe toch een keer normaal. Wat is nou normaal, hé? Zo. Ik ben oma Gent. En ik ben Snuffy. En we zijn twee oude sokken. Ik schrik me een hoedje. Sorry, foutje. Ik slaap op nergens op. Luca. Is kastje kijken nu ook al begonnen? Ja, nou, ik begrijp er niks, want ik heb er helemaal geen zin in. Helemaal geen zin vandaag, nee. Ja, dat hebben jullie niks mee te maken. Ik heb gewoon een rot humeur. Ik zit in een dip. Ha, wat is het, hè? Waar zit je in? Ik zit in een dip. Heb je zin in een dip? Oh, heb je zin in een dippie met een lekker chippie? Nee, ik heb een rot humeur. Nou zeg, ik geloof dat we beter naar een ander net kunnen omschakelen. Gaan ze allemaal zitten kijken naar het andere verkeerde net, man. Dat kent u niet. Het is kastjekijkers voor de kinderen. Kinderen hebben geen boodschap aan gezeur. Kinderen hebben helemaal nergens. Die willen alleen maar pret en leuk en aardig. En als je dan een keer een rot humeur hebt, ja, nou en? Nou en? Zeg, dat moet je niet nu doen, nee. Dat vinden kinderen niet leuk, dan gaan ze huilen. Dan krijgen ze verdrietjes. Niet even verdrietjes. Je hebt wel een beetje gelijk, maar ik heb gewoon een rot humeur vandaag. Ik ben moe en ik voel me een beetje ziek en ik voel me een beetje... Ah, hey, heb je een dippie met kippie? Wat slaat dit nou weer op? Nou, zal ik je even helpen? Hey, jongens en meisjes, moet je even kijken. Als ik ook zo'n dippie heb dat ik me een beetje rot voel, dan ga ik gewoon aan leuke dingen denken. Andere dingen die leuk zijn, zoals kinderen die thuis naar kastje kijken. Dat vind ik leuk. Of ik denk aan het zonnetje, als het regent. Of ik denk aan jou. Aan mij? Hoezo aan mij? Ja, dan word ik weer vrolijk. Maar wacht even, ik ga Kippie erbij halen. Want Kippie, die helpt mij altijd. Nou zeg, hey, kijk nou uit. Wat, je, nou, hey, dit. Wat is er nou? Wat doe je nou? Nou, ik zet even het ding. Wat doe je nou? Zet even een ding neer. Dit is voor Kippie. Ja, voor Kippie, de glijbaan. Gaan we, hey, we gaan toch niet naar de speeltuin? Nee. Niet zo zeuren jij. Nou, wacht even. Dan haal ik Kippie er even bij. Ja, daar, jij. Nou, wat doe je nou? Ik zet Kippie er even op. Kijk, daar had Kippie, hoor. Kijk, daar had hij. Hey, dat is leuk, zeg. Hey, hip hip. Dat is een kip. Ja, dat is leuk. Die laat ik zo heen en weer lopen. Kijk. En dan wordt hij helemaal vrolijk van als ik er naar kijk. Oh, kijk, daar had hij. Daar gaat Kippie. Hup, 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 hup. Heb je een dippie? Kijk dan naar het Kippie. dan weer op. Hé, hoe doet dat? Zet hem nog eens een keer neer. Ja, dat is toch leuk? En dan kijk ik naar de kip. En dan ben ik blij. Dan krijg ik gewoon een vrolijk gevoel van binnen. Hop, daar gaat hij weer. Hippele, pippele, pippele, pip. Hippele, pippele, pippele, pip. Jongen, jongen. Als ik naar het gewaggel van het beest kijk, dan moet ik gewoon aan leuke dingen denken. Aan alle die dingen van die hippele. Hey, hippele, pippele, pippele, pip. Kijk eens, heb je een dippie? Kijk dan naar ons Kippie. En dan denk je gewoon altijd aan leuke dingen. Ja, daar gaat Kippie weer. Daar gaat hij weer. Hey. Ik heb weer een goed humeur. Dankjewel, Snuf. Hey, jij maakt me altijd weer vrolijk. Ja, en de kinderen thuis ook. Ja. Zo. Oh,
het is vandaag, maar het is vandaag circusdag. Ja. Ja, we dachten, we doen het vandaag een beetje anders. We maken een echt circus. Ja, hey, maar ik weet niet of die hond wel. Wat? Hey, wat heb je? Ik kan jou niet zien. Ja, je kan me niet zien. Ik zie jou ook niet. Wat heb jij nou op je kop? Is dat een vuilnisbak? Nee, een vuilnisbak. Een prullenmond. Hij heeft een prullenmond op zijn kop. Dat moet jij zeggen. Met jouw prullenmond op je kop. Ik heb helemaal geen prullenmond op mijn kop. Dit is mijn dompteurshoed. Dierentemmer. Zeg, dierentemmer? Wat voor wild dier heb je dan? Ja, een hond. Hij heeft een hond. Een wilde hond. Nee, een tamme hond. Zeg maar, die snor zit verkeerd. Maar ik bedoel, die strik zit niet vergoed. Die moet... Nee, hé, hé. Ja, anders dan heb je een striksnor. Een gestrikte snor, dat ken ik niet. Nou goed. Nou, dan ga ik je aankondigen. Ga jij je hond halen. Zeg maar, wat is dat daar? Wat? Dat is voor mijn nummer. Ik doe de sterke man. Hè? Hij doet een sterke... Wat? Doe jij een sterke man? Hoe ga je dat dan doen? Hey, ga jij dit dan optillen? Nee, wat doe je nou? Ja, maar ga je dit optillen? 1000 kilo. Jongen, hij gaat 1000 kilo optillen. Nou kukelt hij uit beeld. Dat is, je mislukt mijn nummer, hé. Ja, sorry. Ik ga nu de hond halen en dan doet de hond een kunstje. Maar ben je, hey, wat ga je met die kettingen doen? Wat doe je nou weer? Wat doe je nou? Dat is mooi. Word jij boeienkoning? Nee, dat is al... Je gooit het hele circus in de war. Ik maak helemaal... Ik doe niks in de war. We gaan nu het kunstje doen met het hondje, hè? En dan ga jij... Sorry. Alles gaat mis. Je maakt er een puinzooi van. Ik ga het hondje even halen. Hondje, hondje. Ja, er komt er nu een hondje. Hondje, niet spartelen. Ga staan, je moet kunstje doen. Ja, nee, ik heb je moeten aankomen. Laat dit beest nou even met rust. Ja, hij blijft staan. Ja, nee. Hey, ik ga nu door de ring laten springen. Spring maar door de ring. Ja, spring maar door de ring. Wat doe je nou? Je maakt het hele circus. Dit is toch geen circus zo? Ja, sorry, het is een beetje een puinzooi, hè? Ja, ga het hondje halen, alsjeblieft. Nou, dan doen we het een andere keer wel. Ja, ik dacht, er is geen kunst aan om een kunstje te doen. Maar kunstjes zijn moeilijker dan je denkt. Ja, je moet ook oefenen. Altijd maar oefenen. Sorry hoor. Ja, gelukkig, dit is het einde. Jammer, waarom circus? Oude sok. Die boven door de ring zijn springen. Spring maar. Wordt die goed? Zo. Ik ben oma Gent. En ik ben Snuffy. En we zijn van jouw sok. Ik schrik met een hoedje. Sorry, foutje. Nergens op. Luca! Ah, ik heb zo'n mooi poppenhuis. Mooi, hè? Ja. Ik ben er zo blij mee. Hij is zo mooi. Alle mijn mooie poppetjes heb ik. En ik kan het meenemen, want het kan dicht. En dan kan ik het mee op reis nemen. Oh, ja. Hoi, Lolet! Zullen we samen gaan spelen? Kijk, ik heb mijn robot klaar. Ja, maar ik heb helemaal geen robot nodig. Nee, dit is de aanval van een vreemde planeet. En die komen daar, komt het huis kapot maken. Nee! Wil je met me zien? Ja, ik wil best met jou spelen. Dan zijn we alle twee reuzen. Reuzen? Ja. Dan zijn wij reuzenkinderen en wij gaan hun bang maken van... Nee, gewoon leuk spelen. He, dan ben jij de papa en dan neem jij de papapop en dan neem ik het mamapoppetje. Papapapa. Ja, maar dan komt het robotmonster, komt dan, hè. Nee. Doe die nou weg. Oké. Robotmonster gaat weg. Dat is jammer van het robotmonster. Want die was wel leuk. Nee!
hoort niet bij het huis. Jawel, want je hebt soms ook van die monsters en die komen dan bij je thuis. Nee! Nou, kom je met me spelen, ja of nee? Ja. Hey. Ze is wel stil, hè? Zitten ze naar tv te kijken? Ja, en die zit in bad. Met zijn kleren, oh, dat is vies, maar. En mama zit buiten. Lekker. Ja, nou, mama zit lekker buiten. En dan komt Godzilla, het grote monster, komt aan. Nee! Jawel, en die gaat alles plat trappen, zo van bah, bah, bah. Hoi! Nou, wat doe je nou? Godzilla, het monster komt. Die maakt alles kapot. Ja, nee! Nou is alles kapot. Nou, nou wil ik niet met je spelen. Sorry. Ik denk ik maak het wat spannend met Godzilla. Ga toch weg! Well, sorry hoor. Het spijt me. Ja, nou. Nou is alles op de grond gevallen. Zal ik het even oprapen dan? Ha, ga ik het even oprapen? Ben ik zo terug? Ja, nou. Mijn huis, alles is naar buiten gevallen. De ijskast. Hier ligt allemaal. Oh, nou valt de ijskast ook. Dan moet ik de ijskast ook pakken. Lolet. Kijk eens. Wat heb ik hier? Kijk eens even. Wat is dat? Een hartje? Ja. Lolet, het spijt me. Hier, kijk, kusje. Sorry, ik wou het een beetje spannender maken. Ja, maar we kunnen toch gewoon samen spelen? Ja. Hey, zal ik straks alles oprapen? En dan ga ik rustig met je spelen. Maar gaan we nou even tv kijken, is een spannende film. Oh, nou. Dan gaan we even kijken. Oké. Gaan we samen naar de tv kijken even? Ja, kijk, kusje. Jij ook een kusje. Leuk hoor. Je bent wel lief hoor. Ja, jij bent ook lief. Je bent mijn vriendinnetje, Lolletje. Leuk hoor. TV kijken. Zo. Oma Gent. En ik ben Snuffy. En we zijn twee oude sokken. Ik schrik met een hoedje. Sorry, foutje. Dat slaat op nergens op. Leuk, hè? Ho, paard. Ho, oh ja, er vliegt het paard. Het paard vloog weg. Zag je het paard vliegen? Ja, het was een heel sprookjesachtig raar paard. Ja, die had een monster gezien. En ik ben de ridder. Ridder Snuffy, de eerste. De jongvrouw bevrijden. Ja, Lolet! Lolet, ben je daar? Die is er niet. Ach, nee, die zit... die is thuis. Nou, dan pak ik even een andere vrouw. Wacht even. 1, 2, hopsakee. Ja, heb ik nog een. Dan ben jij de jongvrouw en dan ben jij meegenomen door de draak. Dus even weg, 1, 2, hoppakee, door de lucht heen. Zo, weg ermee. Au! Kun je niet uitkijken? Sorry, dat was het monster. Het monster komt eraan. Je moet brullen! Je moet gillen! Ik ga gauw mijn zwaard pakken, want het enge monster komt eraan. Ik ben een eng... mijn snuit zit niet goed. Mijn snuit zit niet goed. Ik ben het enge monster, wou ik zeggen. Ik ben de draak. Snuiven ben ik al begonnen. Ha, wacht, ik ga je verslaan. Hier kom ik aan. Ik zie niks. Hij ziet ook niks. Ik zie ook... Kijk nou uit wat je doet, man. Dit is toch een ridder, vooral zo. Ja, ik ga jou eerst doodsteken. En dan ga ik jou daarna. Ik lig al. Ik ben er. Tom, 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 tom. De draak is dood. Dan moet ik die prinses kussen, maar daar heb ik geen zin in. De draak is dood. Ridder Snuff heeft gewonnen. Ja, kan ik nou weer bewegen? Ik ken het ding niet af. Kijk nou uit wat je doet, man. Zo. Nou, wat een leuk weer, hé. Jongen, wat een puinzooi maak je ervan. Nee, het is geen puinzooi, het is toch leuk? Ha, ha.
Zullen we nog eens? Nee. Behalve als ik de ridder mag zijn. Oh, hij wil nou de ridder zijn. Zeg hij. Ha, zijn gezicht zo, hè? Hij, dat lijkt wel een feesthoed. Ja, ik heb gewoon wat spulletjes gepakt en heb ik gewoon een eng monster van gemaakt. Maar jullie thuis weten thuis al wie ik ben, hè? Ja, oma Gent. Die rare rode krent. Hey, ik heb vergeten het zwaard eruit te pakken. Hey, kijk nou uit wat je doet. Ha, het is een beetje een slap zwaard, hé. Het is een beetje slap, hè? Nou, hij zegt dit. Hey, ik ben al verslagen, hè? Ha, het is een beetje slap zwaard, hé. Het is een beetje slappe koek, hè? Hup, oh, daar gaat hij jou. Nou ja, ik stop ermee. Ik vind het een puinzooi. Ik vind het mooi zo. Ik ga naar huis. Ik ga wat anders doen. Ik ga aan de slag. Ik ga werken. Ha, oma Gent gaat werken. Ha, en volgende keer is er meer. Hey, ik wou dat het ander weer werd. Dat zou pas leuk zijn. Kunnen we ook buiten iets anders gaan spelen weer. Maar al die regen, boah. Jonge. Dit was Ridder Snuf. Ha, waar is mijn paard? Mijn paard is zoek. Paardje, hop. Paardje in galop. Sinterklaas, ik kom maar binnen met je. Waar is het paard? Oh, mijn paard is zoek. Zo. Ik ben oma Gent. En ik ben Snuffy. En we zijn twee huishonden. Ik schrik met een hoedje. Foutje. Ik slaap op nergens op. Blip, 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 blip. Zo eens even kijken hoor. Ja, in de wat is dit nou weer? Blip, 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 een oliebol? Wie zegt dat nou weer? Blik, 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 ik, blik, 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 blobelopt, blootabot, blobot. Bloot? Wat nou bloot? Oh, een robot! Een robot? Er staat hier een robot. Een vreemde robot in de poppenkast. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Een robot. Blik. Nou, je maakt ook rare geluiden, zeg. Maar waar is Snuf nou eigenlijk? Waar is Snuf? Snuf, waar zit je? Blip, 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 blip. Die robot maakt rare geluiden, zeg. Wat een rare robot is dat, zeg. Een robot? Een robot die kunnen toch heel veel dingen doen. Een robot? Loop eens even, een halve mes even een glas met water. Ben daar bij toetert. Ben daar helemaal bij toetert. Nee. Zelf halen. Wat nou zelf halen? Jij bent een robot. En een robot die moet altijd precies doen. Ik ben niet je knecht, ik ben niet je knecht. Ik ben Snuffy, ik bedoel, ik ben een robot. Ik ben een robot. Een robot niet doen. Zelf doen jij. Zelf doen. Ik hoef dit helemaal niet zelf te doen. Dit is belachelijk. Belachelijk, belachelijk. Jij bent zelf belachelijk, belachelijk. Snuffy! Ja, ik was een robot. Ik had me verkleed. Luca, ik had mezelf een beetje verkleed. Huh. En jij wou mij weer wat laten doen, hè? Omdat je zelf weer te lui bent, jij. Huh? Jij bent ook een hele luie, jij. Ik ben helemaal niet te lui. Ik bedoel, ik hoef toch niet altijd zelf. Ik denk een robot. Ja, dat is handig, hè? Die kan wel wat voor me doen. Maar je moet zelf lekker een glaasje water halen als je wilt drinken. Hè? Huh? Hey. En dan kun je er gelijk eentje voor mij meebrengen ook, want ik heb een ontzettende dorst gekregen. Toen ik in dat pakkie zat, hè. Zo, maar ik zal het... Wacht even, ik zal je wel helpen. Zit een beetje verkeerd, hè. Zo. Dankjewel. Zo.
Hé, weg ermee. Ja, je maakt er weer troep van hier. Allemaal troep. Ja, maar de robot die kan het nou niet opruimen. Wil jij het even voor me opruimen? Nee, ik hoef helemaal niet op te ruimen. Ik ben een agent. Hé, en jij moet gewoon doen wat ik zeg als ik zeg, ruim die rotsje op. Dan ruim jij even die rotsje nu zelf op. Ja, maar je kan wel even een glaasje water voor me gaan halen. Ik heb een dorst, joh. Ruim ik het even op hier. Oh ja? Nou ja, ruim jij het dan nou wel op. Dan krijg jij van mij een goed glas water. Ik heb ook dorst gekregen. Ik ga even een glaasje water halen. En ik ga even de bol opruimen. Wat een troep is het hier. Jongen, overal op. Allemaal opruimen. Haha. Zo. Yeah! Wat een rol maak! 1, 2, daar gaat die dan, daar gaat die dan. Poppenkassen. Hip hop hop. Oude sok. Hou nou op. Het mannetje van de radio. Nee, van de tv. Snuffy is er weer, met nieuwe avonturen. Hartstikke leuk dat jullie er allemaal zijn. Ja, wacht nou eventjes, dat kun je niet maken. Ik ben er ook nog. Nou, zeg, sorry, ik was even begonnen. Ja, je was begonnen, maar je kunt toch wel even wachten op mij? Nee, want ik was begonnen. En ik bedoel, ik maak even een grapje met de kinderen en om te lachen. Ja, maar het is een programma van ons beiden. Kastje kijken, Poppenkast TV, daar speel ik ook in mee. Ja, dat weet ik wel, dat jij er ook in mee speelt. Maar ik was gewoon alvast begonnen. Nou, dat, hé, laten we dan, dus ontstaat er weer ruzie. Ja, ruzie in de tent, leuk dat jullie er bent. Leuk dat jullie er bent, dat is toch geen Nederlands? Nederland, die heeft de bal, die mooie bal. Nou, hij zegt, doe niet zo raar. Ja, met je kop vol haar. Altijd dezelfde grapjes van jou, daar krijg ik wat van. De kriebeltjes, hij krijgt kriebeltjes. Hij moet je hier krabben. Nou, hou op. Ik heb een kous op je kop. Doe toch niet zo dom. Ja, ik ken nog wel dommer. Rode komkommer. Zie hem staan. Nou, en nu hou je ermee op. Want nu vind ik het vervelend worden. Je zou jezelf eens een keertje tegen moeten komen. Hè? Met jou valt gewoon niet om te gaan. Nou zeg, met jou valt ook niet om te gaan. Zie hem staan. Rode banaan. De kroket met een pet. De kroket met een pet. En nou hou je op. Hou er onmiddellijk mee op. Want ik ga. Ik ga weg. Ik heb hier geen zin in. Ik ben weg. Nou zeg. Zo. Is toch hartstikke leuk. Programma kastje kijken bij mij. Met mij erbij. Ja. Hè? Hallo. Wie ben jij? Ja, ik ben jou. Jij bent mij. Nee, ik ben jou. Dat ben ik. Ja, dat ben ik. Nou zeg, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Hey. Plotseling ben ik daar. Nee, ik ben hier. Ik ben hier en ik ben daar. Nee, kijk ik ben maar. Hier en jij bent daar. Hallo. Hallo. Ik ben Snuffy. Hey, hallo, ik ben ook Snuffy. Nee, ik ben Snuffy. Nee, ik ben Snuffy. Nee, ik ben Snuffy. Ik ben Snuffy. Jij bent jij. Nee, jij bent jij. Nou, ik bedoel, jij bent mij. Nee, dit wat hij is jij mag. Ik ben hem en hij is mij. Dat is ook wel raar, zeg hij. We zijn wel een paar. Ja, met jouw zeg, kop van hey, haar. Wat zie jij er jij bent ook heel raar. Ja, met je kop vol haar. Zoek wat flauw. Nee, jij met je kop vol haar. Jij bent zeker de leukste thuis. Jij bent hartstikke raar, jij met je kop vol haar. Dat is wel raar, hé, dit, hé. Dat is heel raar, hè. Met haar, hey, is dat een neus? Dat is mijn neus. Wel een appel. Een appel? Kom je daar nou bij? Appel. Ja, jouw neus is een aardbei. Wat een grote kokkert heb jij. Ja, maar jouw neus is een aardbei. Die neus. Ja. Zijn reuze neus, die van jou. De reuze neus. Aardbeien neus. Een aardbei van mij is helemaal geen aardbei. Jawel, is wel een aardbei. Kom je daar nou bij? Nee, dat is geen aardbei. Toch, wat ben jij leuk, hè? Hé? Jij denkt, hé. Zo raar zo plotseling. Ja, raar, hè? Twee snuffies in één keer. Ja, en ik ben de beter. Nou. Ja, zo. Heb ik het nou gedroomd? Was die weg? Was ik nou weer hier? Wat raar. Heel raar. Wordt niet goed. Maar raar. Zo. Ik ben oma Gent.
En ik ben Snuffy. En we zijn twee huishonden. Ik schrik me een hoedje. Sorry, foutje. Ik slaap hem nergens op. Luca? God, dat wordt een heel mooi verhaal, dit. Ja, dat ik... Hallo, dag kinderen, ik ben aan het typen. Ja, op de typenmachine. Ik maak een boek. Wat ben je aan het doen? Ik maak een boek. Wat? Een koek? Waar is de koek? Lekker, ik lievelijks zie je koek. Nee, een boek. Hij maakt een boek. Maak jij een boek? Ja, ik maak een boek. Ik dacht dat hij maakt een broek. Hij maakt een broek, hoor. Nee, ik heb helemaal geen broek nodig. Je hebt helemaal geen broek nodig. Wat slaat dit nou weer op? Wat zijn dit voor onzinnige opmerkingen? He? Je wilt toch niet zeggen dat je hier in je blootje gaat zitten? Nee, ik begin een verhaal aan het schrijven. Een kinderboek. Een kinderboek? Oh, gaat hij hier nu een kinderboek staan schrijven? Wat slaat dit op? Wat slaat dit op? Nou, ik ben nou bezig met een kinderboek. Je gaat nou toch niet... We zijn bezig met ons programma. En dan ga jij hier een beetje een boek staan schrijven. Hij een beetje minder, jij. Minder? Een beetje minder? Dat ga je nou niet staan doen hier. Doe dat weg hier. Dat ken je toch hier zo. Weg ermee. Nee, zeg hij. Dat is een boek van mij. Waarom moet jij nou in een boek gaan staan maken? Hé, dat is toch belachelijk? Ja, het is kinderboekenweek geweest. Ja, het is kinderboekenweek. Dat was een groot feest voor alle kinderen, ja. Ja, het is goed dat kinderen boeken lezen, ja. Nou, en waarom ga jij nu een boek staan maken, nu hier? Ja, dat is toch belangrijk. Het is binnenkort Sinterklaas. Sinterklaas. Wat moeten we met kaas? Niet Sinterklaas. Pindakaas. Wat moet ik nou met pindakaas? Sinterklaas. Oh, Sinterklaas. Wat is er mee? Ja, nou dan maak ik nu een boek over jou en over mij. Over jou en over mij? En wat ga je dan over mij vertellen? Ja, en waarom moet dat nou voor Sinterklaas? Dan krijgen de kinderen toch boeken van Sinterklaas. Nou, dan zorg ik dat ik in de winkel ik en Sinterklaas kopen voor de kinderen. En dan schrijf ik een verhaal over van waar komt ik vandaan. Waar kom ik vandaan? Nou, ik kom net van achter hier vandaan, hè. Van een zeker plekje. Ja, dat kan me niet schelen. En je gaat het over mij schrijven, zeg je? Ik schrijf het niet nu over jou. Hij begrijpt het niet, hè? Ik schrijf het. Het is verhaal over twee stokken. He, die komen ergens vandaan. He, waar komen de kindertjes vandaan? Ja, nou, die komen niet van de maan. Nee. Niet van de banaan. Nee, natuurlijk komen die niet van de banaan. Kinderen komen op papa en mama de buik. Papa's krijgen geen kinderen. He, papa's krijgen kinderen en die zitten in de buik. Die zitten niet in die zitten in de buik van de man. Oh, hij weet het allemaal niet, hè. Nou, waar jullie vandaan komen, moeten jullie dat maar aan papa en aan mama gaan vragen. Dan gaan die hebben niet heel leuk, hè. Wat word jij rood, zeg? Ik ben al niet. Ik ben gewoon rood. En belachelijk dit, hoor. Gaat hij een boek schrijven van waar kom ik vandaan? Ja, er waren een grijs sokje en een rood sokje. En die kwamen en lagen in de mand. En die kwamen toen in de poppenkast beland. Hey, dat wordt een leuk verhaal. Dit wordt helemaal geen leuk verhaal. Dit wordt een stom verhaal. Het is toch belachelijk dit. Houd er mee op. Hij heeft een raar... En de sok die had een blauwe kous op zijn kop. Houd toch op. En hij is altijd rood als een tomaat. En daarom was hij zo kwaad. Dit wordt een leuk verhaal dit. Hey. Houd toch op. Houd er mee op, riep hij. Zo. Ik ben oma Gent. En ik ben Snuffy. En we zijn twee huishonden. Ik schrik me een hoedje. Sorry, foutje. Ik slaap hem nergens op. Luca. Ja, dan zijn we weer met een nieuw avontuur van Kastje Kijken van oma Gent en Snuffy. Jawel, en vandaag is het heel speciaal. Ja. Ja, want je zou wel denken, wat heb ik nou op mijn kop? Nou, dit is een pop. Kijk, zo. Oh, dan valt de pop. Oh. Oma Gent. Wat is er nou? Wat is er nou? Sorry. Mijn pop is gevallen. Mijn pop is gevallen. Ja, wat moet ik dan nu? Dan leg ik het wel even uit aan de kinderen. Hij legt het uit aan de kinderen. Je maakt er gewoon weer een puinzooi van. Rustig aan. Rustig nou. Hé, kop op.
Kop op, ik heb het. Oké, ik ga wel zakken. Nou, leg jij het dan maar uit. Ja, ik leg het uit, hè. Wat jammer nou dat mijn pop is gevallen, hè. Weet je wat? Als jij nou even... Kijk even, haal ik even de pop op. Hij haalt hem... Nou, wat doe je nou, hè? Dan ben ik uit beeld. Jongens, meisjes, even pauze. Storing. Draai nog maar eventjes iets anders, weet ik veel. Ik pak even de pop. Of ik ben zo terug. Ting, ting. Tel maar tot 10 en dan ben ik zo weer voor. Dan ben ik er zo. En meneer JB van de regie, tel tot 10 en ben ik zo weer terug. 1, 2, 3, hoppakee. Waar is de pop gevallen? Hij is gevallen, hij is gevallen. Hij is gevallen, hij ligt hier op de grond. Oké. Nou, die moet ik op mijn kop doen. Dat gaat niet. Ik krijg hem niet op mijn kop. We beginnen opnieuw. We beginnen gewoon opnieuw. Op een kijk gaat het niet op beginnen. We zijn dus eigenlijk wel begonnen, maar nu begint het echt. Ja, dan kan ik. Wacht even. Ja, wat doe je nou? Je maakt er een puinzooi van zo. Dit kunnen we niet opnieuw beginnen. We moeten doorgaan. Ja, we moeten doorgaan. Mijn pop zit niet op mijn kop. De pop is van mijn kop af. Dan kan ik er ook niet helpen, hè? Wat ben jij groot, hè? Ja, ik ben groot. Nou goed, ik zal wel een stukje zakken zo. Ja, nou, de bedoeling was dat jullie dan hier in de poppenkast zouden kunnen komen met zelfgemaakte Snuffy poppen. En oma Gent poppen. En dan zouden jullie kunnen poppenkassen met ons. Ja, ja. En dan kun je meedoen op tv. Ja, ja, dat wouden we eens aan jullie laten zien. Maar jij maakt er weer een puinzooi van. Oh, ik ga van... Oh, jij de... Hey, hou hem recht, hou hem recht. Oh, jij gaat vallen. Hij gaat kukkelen. Oh, oh, jij de... Oh, ik heb... Hij hangt voor mijn neus. Hij hangt voor mijn... Hij hangt voor je neus. Ik zit ook vast in jou. Altijd... Dit wordt een puinzooi. Oh! Sorry, dames en heren, jongens en meisjes. Het spijt me van de... Nou, dit is leuk. Poppenkast op tv. Het idee, hè? Ja. Maar volgende keer spelen jullie allemaal mee. Ik zit vast aan jou. Hij zit vast. Ik ga uit beelden. Haal die pop van mijn kop af. Ja, sorry. Dit was dan het voor... Nou, ik hoop dat jullie thuis allemaal ook poppen gaan maken. En dan komen jullie het maar beter doen dan wij. Ja, dan wij... Nee, wij deden het wel goed, maar het ging mis. Het ging mis. Ja, het ging mis, ja. Gaat wel eens meer wat mis. Wat vervelend nou. Nou, lekker. Dat is leuke poppenkast zo. Dit is hele leuke poppenkast. Maar jij maakt er een puinzooi van. Ik maak helemaal geen puinzooi. Dat maak jij. Ja. Nou, dat is leuk, hè? Poppenkast op tv. Ja, dat is een heel erg leuk idee. Ik denk, dan gaan wij poppenkast spelen. Ja. Nee, maar dan moeten de kinderen doen. Dan moeten ze opsturen. Zelfgemaakte pop, hè? En dan kunnen ze meedoen met kastje kijken. Oh, wat erg is dit, hè? Ja, het is heel erg. Jouw schuld. Mijn schuld? Eigen schuld. Ik heb hulp. Ach, jij. Bye. Dag. Neem die pop maar mee. Zo, we gaan weg. Dag, kinderen. Nou ja. Dag. Zo. Ik ben oma Gent. En ik ben Snuffy. En we zijn twee oude sokken. Ik schrik met een hoedje. Sorry, foutje. We slapen nergens op. Leuk, hè? Ja, dat gaat goed, hè. Oh, wat heerlijk, zeg hij. Ja, ja, kinderen. Dat had ik helemaal niet in de gaten, dat jullie al zaten te kijken. Ja, ik ben even op internet gedoken. Ja, oma Gent gaat helemaal met de computer met zijn tijd mee. Ik ben interactief. Wat ben je? Ben je sportief? Nee, ik ben niet sportief. Wie ben je dan? Nee, ik heb het niet over dat ik wel of niet sportief ben. Ik ben interactief. Wat is dat? Nee, ik ben bezig. Ik zit op internet. Ik ben met de computer bezig. Oh, mag ik ook even? Nee, dat is mijn computer. Daar mag jij niet aankomen. Auw. Mooi. Ik weet wat er gebeurde. Je hebt ooit zelf een computer gebouwd, omdat je niet met mijn computer mocht spelen. Nou, toen hadden we een puinzooi. Ja, we hebben altijd een puinzooi. Omdat ik niet aan jouw computer mag komen. Jij wil ook overal altijd aanzitten. Nou, ga even opzij, want ik ben bezig. Nee. Ik wil ook even iets. Wat gaan we dan doen? Ja, ik ben bezig. Ik ben iets aan het programmeren. Ik ben hier heel belangrijk werk aan het doen. Hij is belangrijk werk aan het doen. Stiepen ze groot mens, hè? Ze zijn ook altijd bezig. Hebben ze nooit tijd en dan dragen ze een loosje. En als je een loosje hebt, dan heb je altijd tijd bij je. Nou, hé. Hey, zeg, wat doe je nou? Ja,
Je kan nou toch niet met de computer bezig zijn? Zet het ding uit. Nee. Au, wat is dit dan allemaal? Ja, dat is onze... Dat is een e-mail, hè? Wat? E-mail, dat is elektronische post. Elektronische post? De post, dan krijg je toch gewoon brieven in een brievenbus? Dat kan ook via de computer. Hebben wij dan ook niet zo'n adresje? Wij hebben ook zo'n adresje. Ja, met kleine letters geschreven. Ruben, streepje, snuf, apenstaart. En wat voor staart? Een apenstaart. Nou zeg, ik heb helemaal geen apenstaart. Jij misschien. Ik heb helemaal geen apenstaart, maar het heet zo. Een apenstaartje, een A met een staartje. O, dus Ruben, streepje, snuf, apenstaartje. WXS, punt, en... Wat een hoop letters. WXS, punt, NL. Wat is NL? Dat is Nederland. Au. En dat is ons e-mailadres? Dat is ons e-mailadres, ja. Ja, en dan kunnen de kinderen naar ons e-mailen. Oh, en dan kunnen wij terug e-mailen. Dat zou leuk zijn, zeg. En dat staat hier allemaal op. Heb je al post binnen? Nou, dat was ik net aan het uitzoeken. Of al post binnen hadden. Want je weet, de noodkinderen zijn tegenwoordig zo snel. Ze zijn allemaal actief. Interactief. Toet, toet. Ja, dat is snel. Jongen, jongen, zeg hé. Nou, ik ga gauw verder, hè, met internet, hè. En met e-mailen. Jongen, jongen. Oma Gent is bij de tijd, hè. Oma Gent is gewoon een tijdloos figuur. Mag ik even kijken? Ja, je mag wel kijken als je me nergens aan ziet. Nou, ik vind het leuk om te kijken. Want van kijken leer je ook een hoop. Misschien mogen jullie wel kijken bij papa, of je grote broer of zuster, of bij mama. Want iedereen zit tegenwoordig achter de computer. Het lijkt of de mensen geen tijd hebben voor wat anders. Ja. Leuk is dit, hè? Computer. Wat ik... Nee, afleven. Nou, sorry. Leuk is dit, hoor. Mooi. Zo. Yeah! Lekker lol maken! 1, 2, dan gaat die dan, dan gaat die dan. Poppenkassen! Hip hop af! Oude sok! Hou nou op! Oude sok! Kom maar in mijn huisje! Wordt ie goed? Lol, daar gaan we dan! We gaan lekker hakken, man! Ja! Van de gabberhuis. Omdat oma Gent zijn pet kwijt is. Ja, ik ben mijn pet kwijt. Ik ben mijn pet aan het zoeken. Ja, maar dat geeft niet. We gaan naar gabberhuis. Ik ben ook kaal. Wat? Ik ben ook kaal. Je kan komen. Hoezo ik kan komen? Ik ken toch niet zo op tv? Kijk nou toch even naar mij. Oh. Ik wou zeggen, kijk even naar mij. Ja, maar ik zal niet lachen. Nou. Je zegt ik zal niet lachen en dan doe je, ga je meteen zitten lachen. Ja, we zien er toch leuk uit zo. Twee kale knakkers. Wat, kale knakwas, hè? Nee, ook knakwas. Ja, hey, wij zijn van die gabberwas, hè? Van die gabberwas, hè? Ja, van die gabbers. We zijn van die lekkere, van die, weet je wel, van die leuke kale figuurtjes, hè? Van die gabberboys. Van de gabberboys, ja. Ja, als je maar niet van die enge figuren zijn, hè? Hey, gaan we nou de muziek starten? Ja, we gaan zo direct de muziek starten en dan gaan we er even tegenaan. Maar meer als je... Nou, ga jij er tegenaan en rol je maar aan. Kom, daar is die al. Ja, ja. Ja, wat moet ik dan doen? Dan moet je springen. Springen? Ik vind er geen springboom. Ik vind dat gabber altijd zo eng, weet je dat? Wat vind je dan eng? Ja, je hebt van die nasi-figuren. Wat bedoel je met nasi? Van die nasi-ballen? Nee, van die nasi's. Die enge figuren met die kale koppen die iemand anders niet leuk vinden. En dan gaan ze elkaar met z'n allen gaan ze iemand in elkaar slaan. Dat vind ik niet leuk. Dat is discriminatie. Disco-spinatie. Ik hou wel van spinatie. En ik hou van disco. Ja, nee, wat moet ik nou doen? Grappig, hè? Nou, dit is een beetje rare muziek dit, zeg. Is dit alles? Is een beetje computerhouse. Nee, ga nou lekker springen, jij. Ik ga ook lekker springen. Ik spring toch goed? Ja, maar je moet een beetje wel daar springen, een beetje
wat je wilde uit je bol gaan. En je moet uit je bol heen. Nee, wat doe je nou? Ja, lekker, ik gebruik. Ja, je bent geen boksbol. Dat vind ik nou niet leuk van die nazi-figuren. Dan gaan ze iemand anders slaan. Omdat ze kaal zijn en dan zeggen ze van die nare kreten. En allemaal nare dingen doen. Ja, maar dat heeft niks met gabbers te maken. Gabbers die zijn gewoon leuk. Die willen er alleen een beetje anders uitzien. Dat is toch niet erg? Ja, oké. Okay. Ik word er een beetje moe ervan. Ja, wat moe ervan? Ja, ik word hartstikke moe, word ik. Even doorgaan. Je moet flink even doorgaan. Ik moet doorgaan. Hey, kijk een beetje uit wat je doet, zeg. Ik word hartstikke moe ervan van het springen. Ik krijg een lamme arm. Ik krijg een lamme sok. Zonder kous op je kop. Met een kaal. We zijn allebei kaal. Laat je lekker gaan als een rode banaan en een grijze banaan. Ik ken niet meer.